Mijn naam is Fiona van der Leest en ik werk als polyvalent werkvrouw bij de stad Antwerpen. In de herfst is bladvegen heel belangrijk. Zeker als het geregend heeft, dan zijn de blaren wat gladder. En de mensen staan daar niet echt bij stil, dat ook enorm schuift. Dus mensen die minder mobiel zijn, die gaan al gemakkelijker schuiven. Ja, als je de goten niet schoonveegt, dan gaan de rioolputten verstoppen. Waardoor dat er enorm grote plassen in de straat kunnen staan. En wat echt niet fijn is om dan de straat te moeten oversteken. In de winter, als er sneeuw ligt, weten de meeste mensen dat hun verantwoordelijkheid is om de stoep mee sneeuwvrij te houden. Maar met blad is dat net hetzelfde. Wij doen enorm veel ons best om zoveel mogelijk blad mee te nemen. Maar de mensen thuis kunnen ons ook een beetje helpen door dagelijks mee voor hun deur het blad weg te vegen. En dat dan in de GFT-zak of containerbak te gooien of het aan het containerpark af te leveren. Ik ben 9 jaar geleden beginnen werken voor de stad Antwerpen. Ik vind het toch wel tof werk. Heel veel variatie ook. Het is eigenlijk een heel dankbare job. De complimenten die je soms krijgt van de mensen, dat is echt heel tof om te horen. En het geeft ook motivatie om de dag daarna terug op ronde te gaan en terug te beginnen. En het zwerfvuil en blad en dergelijke op te ruimen. Gevallen bladeren maken straten glad en verstoppen riolen. Veeg ze daarom regelmatig op voor uw woning. Kijk op antwerpen.be voor meer info.